Hoe kunnen we virtueel tijdreizen over de beroemdste snelweg van het Romeinse Rijk? Dit is de Universiteit van Nederland. Zulke boekjes kennen jullie vast allemaal wel. Je hebt ze misschien wel eens gekocht of gebruikt op vakantie in Griekenland of in Italië. Het zijn van die boekjes. Waar foto's en afbeeldingen van de antieke ruïnes in staan. En als je daar dan zo'n paginaatje van omslaat. maak je als het ware een stap terug in de tijd. En kun je in één keer zien hoe zo'n ruïne er vroeger in zijn volle glorie uitzag. Nou, als klein kind was ik al gefascineerd door de, oude, door de oudheid. en door de architectuur van toen. door die ruïnes. En zulke boekjes vond ik dus ook echt heel tof. Maar nu zou je waarschijnlijk zeggen. Ja, dat is toch een tikje ouderwetse aan het horen. Helemaal als je bedenkt wat we tegenwoordig met al die 3D-technieken kunnen, die we zomaar tot onze beschikking hebben. Zou het niet gaaf zijn als archeologen zulke 3D-technieken kunnen gebruiken om uiteindelijk reconstructies zoals deze helemaal in 3D te kunnen maken? Nou, dat is de vraag. Uh, kan dat? En hoe maken we dan van archeologische objecten en ruïnes... Een virtuele 3D puzzel en uiteindelijk een wetenschappelijke reconstructie. waarmee je als het ware door de tijd kan reizen. Nou, dat is mijn zoektocht. en op die zoektocht neem ik jullie mee naar de Via Appia. Uh, en die weg, de Via Appia, is vanaf het eind van de vierde eeuw voor Christus aangelegd. om het Romeinse leger zo snel mogelijk van de stad Rome naar het zuiden van Italië te krijgen, naar nieuw veroverde gebieden. Die weg. Werd eigenlijk al gauw gebruikt door niet alleen het leger, maar door iedereen. Je zou kunnen zeggen dat het de eerste snelweg is. Het werd ook de beroemdste weg uiteindelijk van het Romeinse Rijk. En in de oudheid had die weg zelfs al een bijnaam, de Regina Viarum in het Latijn, de koningin der wegen. Nou, uiteindelijk liep die weg van Rome helemaal naar de havenstad Brundisium, in de hak van Italië, ongeveer afstand van 600 kilometer. En langs die weg was allerlei activiteit, bouwactiviteit ook. Uh, je moet dan denken aan ruststations voor de reizigers, uh, grote luxueuze villa's, badcomplexen, industrie, allerlei winkeltjes en, en werkplaatsen vinden we daar. Maar vooral graven, grafmonumenten dus. Dit heeft voornamelijk te maken met prestige. Romeinen moesten hun doden buiten de stad begraven en die begraafplaatsen concentreerden zich vooral aan de uitvalswegen van een stad of de invalswegen. Dat is maar net hoe je het bekijkt. En je kunt je voorstellen dat reizigers die de stad binnenkwamen over zo'n weg. dat die aan weerszijden van die weg die grafmonumenten zagen. met daar groot familienamen op die inscriptieplaten. En die families die zichzelf belangrijk vonden in de stad. die maakten daar ook gebruik van. Die gebruikten die monumenten alsof het een soort billboards waren. om de familienamens goed in de kijker te zetten. Nou, wat daar nu nog van over is. zijn kilometers aan ruïnes. Uh, ...resten, losse blokken, fragmenten, uh, van die grafmonumenten onder andere... ...in een archeologisch park, een romantisch park, net buiten Rome. Dat is een mooie plek waar veel toeristen komen. Uh, waar ook veel locals in het weekend uh, bijvoorbeeld even gaan picknicken met de familie. En niet alleen locals, maar ook filmsterren. Er worden daar op die plek veel films en series opgenomen. En hier zie je bijvoorbeeld Sophia Loren... Die in de jaren 50 even lekker een picknickje gaat doen met de filmcrew. Uh, en zij zit, uh, toevallig, maar dat is wel echt waar, precies op de plek waar wij in de zomer met onze opgraafploeg ook altijd zitten te lunchen, als we daar aan het opgraven zijn. En daar hebben wij een stuk van twee kilometer van de Via Appia die wij onderzoeken. En op dat stuk hebben wij tot nu toe al meer dan 2500 archeologische objecten geïdentificeerd. En dat varieert van. Grote monumentale ruïnes tot ja, kleinere, soms heel kleine fragmentjes van, van bouwstenen, sculptuur, noem maar op. En als archeoloog kijk ik naar die resten van die architectuur en uiteindelijk ook naar de ontwikkelingen in die bebouwing langs die belangrijke Romeinse weg. Nou, hoe gaat dat nou in zijn werk, dit onderzoek? Om te beginnen brengen we alles in kaart. We brengen de weg in kaart en we brengen al die archeologische resten die langs die weg liggen ook in kaart. Daarnaast doen we opgravingen op specifieke locaties die we echt interessant vinden. Nou, de locatie van die opgravingen, van die monumenten, van die losse blokken, kunnen we heel nauwkeurig in kaart brengen door middel van gps apparatuur. Maar die objecten zelf, hoe kunnen we die nou uh, zo goed mogelijk documenteren? Ik wil eigenlijk geen genoegen meer nemen met een foto of met een tekening. Ik wil als ik thuis kom van de opgraving na de zomer, als ik weer terug in Nederland ben, wil ik opnieuw rond zo'n ruïne kunnen lopen. Ik wil opnieuw een brokstuk vast kunnen pakken en dat tegen het licht houden. Uh, samen proberen puzzelen met andere brokstukken. Ik wil ook weer in mijn opgravingsput kunnen springen om de kleine details nog eens te bekijken. Volgend jaar kan dat niet meer, want ja, ik heb het al opgegraven, het is kapot. Het moet virtueel. Kortom, ik wil werken met echte 3D-data. Ik wil in 3D documenteren en reconstrueren. Hoe doen we dat dan? Documenteren, archeologie documenteren in 3D. Wij gebruiken daar twee technieken voor. De eerste is de laserscanner. Dat is een duur apparaat en die werkt door heel veel lichtstraaltjes, lasersstraaltjes uit te zenden in alle richtingen. Zo'n lasersstraaltje wordt, wordt weer kaast op een oppervlakte van een object en de tijd die dat lichtstraaltje erover doet wordt gemeten door de laserscanner en staat gelijk aan de afstand tussen het apparaat en het object. Op die manier Scant zo'n laserscanner zijn hele omgeving en de objecten die je daarbij in de buurt zet. En wij hebben zo'n apparaat, zo'n laserscanner, bovenop een auto gezet. En die auto hebben we over de vier Appia laten rijden, gewoon op en neer een paar keer. En op die manier hebben we een drie-dimensionale basiskaart van ons onderzoeksgebied uh, gemaakt. Er zit wel een nadeel aan deze methode, want die auto, ja, je ziet het, die kan niet zomaar van de weg af. Dus de achterkanten van de monumenten en van sommige hogere ruïnes, de bovenkanten. Die zitten niet in die kaart, er zitten dus gaten in die kaart. Er is namelijk nog een methode waarmee we 3D-scans kunnen maken en waarmee we die gaten in die laserscankaart kunnen opvullen. En deze methode is eigenlijk veel aantrekkelijker voor archeologen omdat die veel goedkoper is. Het enige wat je nodig hebt is namelijk een fotocamera en een computer. Dat is iets wat we allemaal hebben tegenwoordig. Die techniek heet Structure from Motion en is gebaseerd op. Het al heel oude principe van stereoscopie. Dat principe gaat terug uh, zolang als fotografie eigenlijk al bestaat, want vanaf het begin van fotografie worden er stereofoto's genomen. En het idee daarachter is eigenlijk heel simpel. Want waarom kunnen wij diepte zien met onze ogen? Omdat we er twee hebben en die kijken allebei vanuit een net iets ander standpunt naar hetzelfde object. En je hersenen halen daar diepteinformatie uit. Hetzelfde kun je natuurlijk doen met een foto. Je kunt één foto nemen voor je ene oog. De camera 10 centimeter naar rechts verplaatsen en nog een foto nemen voor je andere oog. En klaar is je 3D-foto, je stereofoto. Nou, hierachter me zie je zo'n stereofoto uit de 19e eeuw eind 19e eeuw. Genomen op de via Appia. En in die tijd al werden er stereokijkers gemaakt. En dit is daar een modern voorbeeld van. En zo'n stereokijker zorgt ervoor dat je ogen. Ieder naar een eigen foto kijken. En op die manier kunnen je hersenen dus die diepte informatie uit beide foto's halen. Nou, dit is dus in feite gewoon een voorloper van de 3D-bril die je tegenwoordig in de bioscoop opzet bij de 3D-films. Structure for Motion, die techniek waar ik het over heb, werkt volgens precies hetzelfde principe. Zo'n software haalt diepte informatie uit een stereobeeld. Alleen zo'n programma is niet beperkt tot twee beeldjes. Nee, dan kan je nog gewoon een foto naast zetten. Die ook weer een stereopaar vormt. Met het vorige beeld. En nog een foto die ook weer een stereopaar vormt. En nog een. Je kan heel je object rondgaan. Uh, eigenlijk tot als je computergeheugen vol zit. Oftewel, uit een set van honderden, misschien wel duizenden foto's. Haalt die software alle stereoparen. En hij zet alle gemeenschappelijke pixels. Van die foto's. Voep, in de, de 3D-ruimte. En zo maakt hij een 3D-model van je object. Nou, we hebben die techniek dus toegepast op de Via Appia door al de brokstukken die we daar zien, alle ruïnes, van alle kanten te fotograferen en 3D-modellen te maken, gedetailleerde 3D-modellen, die de basiskaart die we met die laserscanner hebben gemaakt, helemaal op te vullen. We kunnen op deze manier ook onze opgravingen vastleggen. En ik kan je vertellen: dat is precies wat je wil als je, nou, zoals je ziet, in de zomer met 40 graden de zon op je hoofd met je schietloodje en je meetlintje en je potloodje en je millimeterpapier, zo'n opgraving loopt in te tekenen. We kunnen er nu voor kiezen om dat niet te doen, dat minder vaak te doen, en soms ook gewoon te schetsen wat we zien, en daarbij de opgraving vast te leggen met een 3D-model, gewoon door foto's te nemen. En dat 3D-model kunnen we dan thuis op de computer bestuderen en alle informatie daar uithalen die we nodig hebben. Er nou, komen we ook wel problemen bij kijken natuurlijk, bij het werken met zulke 3D-modellen. Het grootste probleem waar we tegenaan lopen is het feit dat niet alle computers kunnen werken met zulke gedetailleerde 3D-modellen. Oftewel, niet elke onderzoeker kan werken met zijn eigen onderzoeksdata. Nou, daar hebben we aan gewerkt. We hebben een systeem ontwikkeld dat die enorme berg 3D-data kan visualiseren via een doodnormale webbrowser, dus via het internet. En zo kan iedereen die 3D-data op zijn scherm krijgen en analyses uitvoeren. Ik weet dat sommigen van jullie nou denken, het is leuker na de grens al die 3D-modellen, maar komt er nou ook nog nieuwe wetenschappelijke kennis uit voort? Ja, is het antwoord daarop. Want in een 3D-model zie je vaak dingen die je met het blote oog niet opmerkt. En als voorbeeld neem ik deze ruïne van een grafmonument op de Via Appia. Dat is een beetje een raar ding, een romp, romp beton van 17 meter hoog. Uh, maar wat je ziet is eigenlijk de kern van een grafmonument dat ooit bekleed was met grote marmeren blokken die dan weer versierd waren. Maar die marmeren blokken zijn ooit weggeroofd ergens in de middeleeuwen. Nou, nu heeft dat ding dus een hele rare vorm, zoals je hier kunt zien in deze 3D-print van het 3D-model. Op het eerste gezicht valt er niet veel in te zien, maar in het 3D-model kun je gaan spelen met het licht, met de lichtval. Kun je aanzichten maken. Je kunt doorsneden maken die je in het echt natuurlijk niet kunt maken. Je kunt uh, metingen doen die in het echt onmogelijk zouden zijn. En dan ga je dingen zien. Bijvoorbeeld de afdrukken van die blokken die aan de buitenkant hebben gezeten. Sterker nog, we hebben in de buurt van dit monument blokken opgegraven. Daar ook 3D-modellen van gemaakt. En die blokken hadden allemaal een schuine zijde van. 60 graden kon ik op de computer opmeten. Dat die precies 60 graden was voor al die blokken. En dit model kon ik ook op de computer opmeten. Die schuine zijde hier aan de bovenkant is ook ongeveer 60 graden. Nou, al die aanwijzingen uit 3D-modellen bij elkaar, gecombineerd natuurlijk met andere archeologische data en met vergelijkingen met andere monumenten, levert een scala aan mogelijke 3D-reconstructies op. Waarvan dit. Voilà. De meest waarschijnlijke visualisatie is. En je ziet die hoek van 60 graden terugkomen hier in de top. En zo heb ik eigenlijk nog meer losse blokken, de 3D-modellen daarvan, terug kunnen puzzelen in die uiteindelijke reconstructie van dit monument. Nou, de meerwaarde van 3D-technieken voor zulk archeologisch onderzoek is dus wel duidelijk. Maar soms zijn de 3D-technieken het enige redmiddel. Kijk maar eens naar wat er. De afgelopen jaren in Syrië en Irak is gebeurd. Er zijn eeuwenoude monumenten en zelfs duizenden jaren oude steden gewoon verwoest, opgeblazen en museumstukken kapotgeslagen. Die structure for motion techniek kan zulk erfgoed tenminste nog virtueel recreëren en behouden. Er zijn zelfs een aantal initiatieven opgezet voor verschillende archeologische sites in Syrië en Irak, die foto's van mensen over heel de wereld verzamelen, Mensen die daar op vakantie zijn geweest en die vakantiekiekjes hebben genomen van toen alles nog netjes overeind stond. En met al die foto's samen kunnen we dus een 3D-model maken van de situatie voor de verwoestingen. Dus documentatie van toen alles nog overeind stond. En die 3D-modellen 3D kunnen dus gebruikt worden bij de wederopbouw, hopelijk, van die monumenten. En als dat dan helaas niet meer mogelijk is misschien, kunnen we in musea op tenminste nog de virtuele versie van die museumstukken laten zien, of eventueel een 3D-print. Terug naar de centrale vraag van dit college. Ik heb jullie laten zien dat virtueel tijdreizen over de Via Appia zeker mogelijk is door het combineren van verschillende 3D-technieken. En in mijn toekomstvisie, en geloof me, die toekomst is echt niet zo heel ver weg, lopen toeristen, lopen jullie misschien wel, over de Via Appia met een 3 d bril op en kunnen jullie de ruïnes en tegelijkertijd de reconstructies in het echt ervaren.